ben Elke en in 2015 heb ik de diagnose van klassiek Hodgkin-lymfoom gekregen. Dat is een vorm van lymfeklierkanker. En nu, zoveel jaren later, heb ik er een heel traject op zitten met heel wat chemotherapieën, immunotherapieën en 2 stamceltransplantaties. En op een bepaald moment heb ik beslist om mij te engageren binnen patiëntorganisaties. En ik ben nu voorzitter van Lymfeklierkankervereniging Vlaanderen. En dat is een patiëntorganisatie, een VZW, die patiënten met lymfeklierkanker ondersteunt via lotgenotencontact, maar die hen ook heel wat informatie geven over de ziekte, de behandelingen en de nazorg. Ik ben ook voorzitter van het patiëntencomité van de Belgian Hematology Society. En dat is een comité dat hematologische patiëntorganisaties verenigt. En daar zitten ook hematologen in en ook verpleegkundigen die aandacht hebben voor hematologie. Shared decision making voor patiënten is heel belangrijk, omdat je dan samen een beslissing kan nemen met je arts. En dat is niet alleen over de keuze van een behandeling, maar kan zijn ook om geen behandeling te starten of om een behandeling vroegtijdig stop te zetten. En ik heb zelf ook wel gemerkt uit ervaring dat als ik voelde dat mijn arts mij volgde of dat ik mijn arts volgde en dat we echt samen tot de conclusie kwamen dat iets de beste keuze was, dat ik mij daar ook heel goed bij voelde. En dat gaf me ook wel voldoening dat ik ook een beetje mijn leven en alles wat daar rond is, dat ik dan nog een beetje onder controle had. En dat heeft zeker wel mijn levenskwaliteit ook verbeterd. En wat ik merk is dat dat heel goed gaat als je een goede communicatie hebt tussen arts en patiënt. En dat gaat langs beide richtingen. Dus het is niet alleen van de arts dat je moeite moet doen, maar ook als patiënt. En wat dat helpt, of wat er voor mij effectief wel geholpen heeft, is mijn arts een beetje vaker zien. Ik heb die elke consultatie gezien, elke behandeling, elke beenmergpunctie. En dat is echt niet zo leuk. Maar dat zorgt er echt wel voor dat je je arts leert kennen, maar ook dat je arts jezelf leert kennen. Want ik had echt het gevoel dat mijn arts bijvoorbeeld wist wie ik was, wat mijn persoonlijkheid was, waar ik voor stond, wat dat ik belangrijk vond. En dat was niet alleen genezen, maar dat was ook een goede levenskwaliteit hebben. Dus dat is echt voor patiënten heel belangrijk. En ik denk dat het misschien als arts ook wel belangrijk is om te weten dat het samen nemen van een beslissing, dat niet hetzelfde is als de beslissing volledig aan de patiënt over te laten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een arts eigenlijk informatie geeft over de ziekte, over de behandelingen. En ook al een beetje richting geeft over wat de meest medisch verantwoorde keuze is. En dat je dan eigenlijk wel aan de patiënt zegt van oké, het is wel uiteindelijk aan jou om die keuze te maken. Maar dan heb je wel als patiënt het gevoel dat je eigenlijk alle info hebt en dat je toch samen een beslissing hebt genomen. Ik heb gelukkig heel wat best practices, omdat ik ook geweldige hematologen in mijn kankertraject heb gehad. Dus dat heeft effectief wel geholpen. En ik denk echt een best practices als arts dat je naar je patiënt luistert. En om echt heel veel informatie te geven. En dan kan je echt als patiënt ook op basis van heel veel informatie de juiste keuze maken. En dat je als patiënt ook effectief dat kan doen op basis van je eigen persoonlijkheid en wat dat voor jou belangrijk is in je leven.